Ja, ik heb nog steeds een YouTube-channel. En ja, ik probeer te blijven uploaden. Maar ik heb het zeg maar heel druk met school en al die onzin trainen. Nu in het coronatijdperk zit ik thuis. Ik heb al mijn deadlines af. Dus ik hoop dat ik weer een paar video's op kan gooien. Anders zijn ze me de hele tijd aan het verrotten in mijn computer en is het zonde van mijn camera. Dus enjoy. Hopelijk aankomende video's die snel volgen. Jackie, ga je eindelijk vloggen? Ga mijn best doen. Of gaat Gito vloggen? Mag ook. Hier, als vast. In de lens praten, niet naar jezelf kijken. Maar ik kijk graag naar mezelf. Ik zit al aan het filmen. Maar waar moet ik kijken dan? Hoi. Zeg. Dames en heren, jongens en meisjes, dieren en andere wezens op aarde. Al mijn fantastische fans. We zijn in Tokio aangekomen. De grote stad. Ja, jullie zien nu nog mijn fantastische gezicht. Maar ik ga zo in de camera even draaien en dan zien jullie Milko. Dus je moet je wat laten zien van omgeving. Zal ik wat laten zien van omgeving? Ja. Ja? Zeker? Ga ik deze heel even draaien. Oh, dit kan goed draaien. Tel, wat zien we? Wat zien we? We zien gebouwen en mensen en kleine mensen en Chinezen. Ja, we zijn bij het grootste oversteekplek film met 20.000 euro. Ja, dat is eigenlijk het enige wat we doen. Lekker bezig. Nice. Zal ik hem even overnemen? Zeker. Hier in Japan is het ook niet erg om tegen de camera te praten. Nee, iedereen doet het. Iedereen hier is raar, dus dit. Dit is normaal. Niet doet dan ben je zeg maar niet normaal. Ik voel me gewoon compleet in mijn element als ik zo een ding vast heb. Dus we hebben Jackie met de camera. We hebben ook Sven met zijn camera. We hebben Gito met zijn telefoon. Ik heb geen prullenbak. En mij met de camera. Ik zie McDonald's. Sorry. Iedereen met dit. Waar? Waar doen we? Oh, daar. Kom dansen. Shibuya Crossing. Oh, grappig. Iedereen heeft een paraplu. Iedereen rent gewoon met... Oh, iedereen heeft een paraplu. Iedereen houdt zich ook minder aan de zebrapaden. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Iedereen mag oversteken behalve auto's. Er zijn wel Jackie en Gito kwijt. Het is rood. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben veel te ongezond voor een topsporter. Nou, echt? Ik ook. Dus wij gaan naar de Mac. Oké, dus ze zitten nu in de Mac. Ja. Ik heb een lekkere milkshake. Maar mensen zitten hier in hun eentje huiswerk te maken, werk te maken, series te kijken. Terwijl in Nederland word je dan gewoon keihard uitgelachen. Dan ben je loner. Maar hier is iedereen zo peaceful. Iedereen laat iedereen gewoon in zijn waarde. Ja. Fucking chill. Oh ja, en ze hebben hier een doosje van 5 kipnuggets in plaats van 6 of 4. Dat kan niet en zo. Nam, nam, nam. Oké, we zijn nu naar de Mac geweest voor mij. Dus, wat gaan we nu heen? Snoepwinkel zoeken. Ja, snoepwinkel zoeken. En... andere gare shit. Gekke. Wow. Kijk. Wat daar? Ja. Disney Store. Ja. Ik zie een Disney store, dus daar gaan we heen. Dit. Lelelele. Fucking lit. Thank you. Oh ja, want ik ga je ook echt iets kopen in Japan. Kijk eens überhaupt hoe die winkel eruit ziet. Het is letterlijk een kasteel. In Nederland zijn ze soms gewoon te lui om überhaupt een banner op te hangen ofzo. I feel like a Disney princess. Gito is all-time Disney prinses. Wait. We moeten wachten op Jackie. Ja. Yeah. Hurry the f*** up. Ik durf te wedden dat we dadelijk opeens in de rij staan voor de Python of zo. Hoe groot is dit gebouw, man? Verdieping 3. Ik was lekker. Ik heb een vliegtuig op een stukje Toy Story 4 gegeven. Booty. Staat Booty. Go.
Doe eens een sprongetje, dan teleporteer je zo naar de andere winkel. Gewoon even. Dit is een open gang. En dan land je zo in de andere winkel. Waar moet ik, hoe moet ik landen? Andere. Gewoon springen, Kill. Doe jij maar. Gewoon tegelijk. 3, 2, 17. Met een staartje, dus dit was duidelijk. Wat is het? Alles is zo plat en vierkant. Refer to yourself. Nee, je moet echt geen racistische opmerkingen maken als ik aan het filmen ben, want dat is echt. Dat kan ik niet gebruiken. Oh. You will. Dat kan wel. Wij ook lachen, dat is oké, toch? Als jullie lachen, zo iemand die achter dan is het goed. Goed om te zien dat mijn moeder Tokio ook heeft bereikt. Why are you laughing so hard? It's okay. It was at this moment that he knew he fucked up. Sta ik er mooi op? Ik doe de wasnegger. Wasnegger? Dit kan ik wel inlaten omdat jij het zegt. Wacht. Oké, wacht. Even. We doen een battle. Jackie tegen Kito. High five challenge. Wie de eerste keer. Wie. Wow. Wie de eerste. God. Doe gewoon vanaf het begin. Hey. Jackie tegen Kito. Wie het eerst 3 high fives wint. Wie de eerste 3 high fives heeft gewonnen. Oké. Okay. Jackie durft niet. Ja. Ja. Wow. Jackie heeft. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hey! Hello darkness, my old friend. Je moet rennen, het is rood! Jullie zijn wel te laat, hè? Ja, best een delay. Te laat. Ja, geef gewoon toe, Roel. Wij waren hier al eerder. En toen waren jullie dachten, nou, kom maar ook niet. Really, nigga? Lennart weet altijd de weg goed. Ja, ik heb hem goed. Oké, vamos. Oké, dus nu komen we bij een leuk deel waarin Lennart de weg moet leiden, maar hij zegt dat hij het goed weet, maar dat eigenlijk helemaal niet zo is en dus een paar keer de weg moet vragen. Ja, Lennart heeft de leiding en we zijn gelijk weer een soort van verdwaald. Nee, niet verdwaald, het gaat juist heel goed. Waar moeten we heen? Heel vriendelijk. Kunnen deze hier niet gevraagd zitten? Oké, dus we hebben de verkeerde kaartjes gewoon. Bruh. Gaat goed komen. Zijn we toch verdwaald? Nee. We hadden het fout. J.R. Orange. Weet je zeker? Want we hebben J.A. gebruikt de hemel. Orange. J.R. Ik heb nu alles overgelaten aan de anderen. Dus nu leg je eigenlijk alweer de schuld aan iemand anders. Nee, dat zou ik niet doen. JR. Dus zo zie je maar weer. Ik ga echt niet thuiskomen en ik moet plachten. Als Lennart de leiding heeft, gaat het mis. Gaat het echt hartstikke mis. Bruh. Hey. Where?
We zitten nu op groen, hè? Sorry. You know? Bruh. Is? Sessie, daar 20. Hij stond op. 20. Time. Nog een lamp. Oh, ja. Oh, dit is time. Ja, oh, bruh. Oh, eind. Gaat goed komen. Is een bus? Kijk, volgende keer regel ik alles vanaf het begin. Kijk, gewoon kijken, gewoon invullen waar je heen moet. Dat is makkelijker. Misschien voor de volgende keer regel ik met Nian. Nian, wil de kaarten opnemen van me? Komt ook nu mee, hè? Eerst jullie laten schoenen, zeg maar. Daarna denk je. Ja, jij zegt, je moet gewoon je Google Maps gebruiken. Zeg, ik heb geen internet, maar ik wel. Moet ik wel weten. Weet toch weer? Sporthal. Ik zou denken op je accreditatie niet. Ja. Hier. Hier moet je heen. Ja. Hij blijft zo grappig, die man. Ja, hij blijft zo leuk. Dit wordt voor Flikvlak TV. Oh, mooi. Ik lach zo hard dat je me niet ziet bewegen. Zo, hè. Waar is hij? Waar is hij? Waar is die ene? Tot die? Waar is die? 46. Geef even een shout-out aan je stripper-account of zo. @gingers. Dus volg mij en ja. Southgate. Heb je nou weer hulp gevraagd? Southgate, daar! Bruh. Ik ga zo'n timer zo in het hoekje zetten waar hoe vaak jij om de hulp hebt gevraagd. Ja. En dat is 1. Komt ie weer, hè? We need to go to... Je kijkt wel zo. Kom op. Ah ja, het is 12. 12 minuten, hè? Nee hoor. Het is niet allemaal 1 minuut, het zijn gewoon 12 stops. De vorige keer zeiden ze. Coronatijdperk. Nou, het is, zijn gekomen, het, is, hè? Het is gelukt. Daar is het al. En ja, dat gaat dan weer niet goed. Ja, toch fout. Eén keer vraag ik het niet. Ja? Als je dit fotografeert, dan kun je die ene, die meme van die Spider-Man zo. Oeh, koud. Oeh. Gisteren was zo lekker warm, hè? Hij staat hier de hele dag dat bordje omhoog te houden. En dan komt er eindelijk één Mogol en dan gaat hij ook nog eens terugzwaaien. Nou ga ik vragen, moeten we die kant op? Wegmoei. Oh, thank you. Hij blijft zo grappig, die man. Hij haat je niet zo hard, hè. Echt 50% van iedereen hier haat Lennart eigenlijk. Ja, dat klopt. Je mag me wel of niet. Wat? Is dat hoe je ze openmaakt? Stap 1. Oké. Okay. Wist je dat niet? Nee. Neem ze vast. Ga je me uitleggen hoe? Pak een cordon bleu, niet al te zwaar. Neem een klein hapje. Heerlijk. Ja. Top, nu jij. Nou, Milko. Milko is op tafel. Ja, ik ga er nog een paar keer staan. Aangezien Milko er nu niet is, moest ik even een klein beetje voor hem vloggen. Want hij gaat nu inwerken en dan, als hij gaat trainen, ga ik filmen. Dus we gaan nu lunchen. En ik heb rijst met curry en
vis en pasta en dat soort dingen. En we gaan nu eventjes lekker eten. En Milko heeft? Milko heeft niks. Wie is dit eigenlijk? Oh, dit is voor Milko. Dit is voor jou, Milko. Pasta en kipnuggets. Oké, doei. Nou, ik had dus nog heel erg genoten van die pasta en kipnuggets. Hierna komt eigenlijk alleen nog maar trainen. Dus ik denk dat ik daar een andere video weer van ga maken. Want dit was op zich al een hele lange video van Lennart en Jackie. Hopelijk vonden jullie dit leuk. En ja, tot snel in de volgende video. Dus abonneren, liken, subscriben, commenten. En doei. Oh nee, wat deed ik? Houdoe.